Als ontwerper moet je altijd buiten de lijntjes werken. Waarom zou je in godsnaam nog iets nieuws maken als het binnen lijntjes is? Nou, wij zijn White Noise Dara. Dit is Charlie Reinders en ik ben Klaas Kuiken. En we maken design op het randje kunst. En dat heet vrije vormgeving dan. Eigenlijk alles wat wij maken komt meestal voort uit toeval en foutjes. En dat gebruiken wij heel erg juist in het werkproces. En doordat we eigenlijk iets doen wat normaal gesproken niet echt mag met glas, kunnen we juist hele gekke vormen maken. En dat maakt dus hier in het experiment en het proces eigenlijk, dat willen we laten zien. En niet zozeer een afeindproduct. Wij hebben gebruik gemaakt van het meest standaard glas eigenlijk wat er bestaat. Dat is het Picardi glas. En daar maken we iets nieuws van. Een eigen identiteit geven we eraan. Dat is echt waar het project ook over gaat. Dat alles is verschillend. En we kunnen niet alles over één lijn of één kam scheren, zeg maar. We gebruiken in deze installatie, überhaupt gebruiken wij vaak afvalmaterialen. En dat doen we ook al met een reden. Er wordt zoveel geproduceerd en alles wordt maar nieuw gemaakt van nieuwe materialen. We willen eigenlijk met de installatie ook wel laten zien dat je ook met afvalmaterialen juist weer hele vette nieuwe dingen kan maken. En dat ook weer een nieuw leven geven. Daar werken we voornamelijk mee. En met ook IKEA-glazen en echt het gestandaardiseerde object.